Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga jullie mijn favoriete producten van maart laten zien. Het is echt alweer zo snel gegaan, maart. En ik heb weer veel producten getest. Helaas zijn er niet heel veel producten die ik fijn vond. Maar desalniettemin wil ik jullie die zeker niet onthouden. Dus ik ga jullie ze alsnog eventjes laten zien. Ik had namelijk veel producten die ik niet fijn vond. En minder producten die ik fijn vond. Maar ik zou zeggen, ben jij benieuwd welke producten ik fijn vond van maart? Zou ik even zeggen, kijk gezellig mee naar deze video. Ik ga beginnen met een oogschaduwpalette van Max & Moore. En dit merk wordt verkocht bij de Action. Misschien weet je dat inmiddels wel, maar voor de mensen die het niet weten. Dit is een Smooth & Velvet Shades eyeshadow palette. En ik heb hem in de kleur 608 Silk Glam. Het is dit palette. Volgens mij heb je hem in meerdere kleuren. Maar ik vond deze al heel erg tof. En wat ik ook heel erg leuk vind, is dat dit palette, de kleuren hebben ook namen gekregen. Die staan achterop. Het palette is gemaakt van plastic en heeft een transparante deksel. En achterop staan de kleuren ook nog. Dus je bent niet afhankelijk van het doosje. Ik vind het zelf altijd heel erg handig. Ook met reviews schrijven, zodat je kunt beschrijven van welke kleuren je hebt gebruikt bij een look. Er zitten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kleuren in. Je krijgt er ook een dubbelzijdige sponsapplicator bij. Ik vind dit zelf niet super geweldig omdat ik mijn eigen kwasten gebruik. Maar heb je niet zoveel kwasten, is dit handig. Dit zijn de kleuren. Ze zijn vrij poederig. Je kunt goed zien waarin ik heb gedipt. Maar dit palette is wel echt heel erg pigmentvol. Ik was echt verbaasd. Dat is altijd een beetje de vraag. En vaak is het ook zo, als een palette poederig is, is het vaak ook wel goed qua pigment, zeg maar. Je hebt vooral wat roze en paarse kleuren. En hier heb je wat lichtere kleuren. Je kunt hier echt verschillende looks mee maken. Ik was echt super tevreden. Ik vind het echt een heel erg leuk palette. Waar je verschillende ooglooks mee kunt maken. Dus super low budget oogschaduwpaletten. Maar wel heel erg goed als je het mij vraagt. Dan heb ik een product voor de lippen. En deze is van Essence. En dit is de Tint & Color Shot. Heel klein verpakkingje. Ik heb hem in de kleur 06 Classic Simplicity. 05 Classic Simplicity. Sorry, ik dacht dat er stond 06, maar het is 05. En het is een heel fijn product. Veel pigment zit erin. Hij droogt mat op. Handig ook om mee te nemen bijvoorbeeld. Eén nadeel vond ik zelf dat het een heel kort steeltje heeft. Dit is de applicator. Het is een beetje, ook een beetje een zachte applicator. Maar brengt wel fijn aan. Maar ik vond het steeltje een beetje aan de korte kant. Dus ik vond het wel heel moeilijk om hier heel precies mee te werken. Omdat het gewoon steeltje zit best wel kort aan de dop, zeg maar. Maar ja, voor als je het mee wilt nemen is het natuurlijk super makkelijk. Heel mooi kleurtje. Ik hou heel erg van rode kleuren. Ik vond hem echt geweldig. En omdat hij mat opdracht, geeft hij ook niet af. En dat vind ik zelf altijd heel erg fijn. Dus ik ben echt heel erg blij met deze Tint & Color Shot. Dan heb ik nog een oogschaduwpalette. En dat is deze. Deze is ook van Essence. En dit is een Mermaid Eyeshadow Box in de 03 Michelle Is My Castle. Heel lief voorkantje. De afbeeldingen kunnen misschien wat kinderlijk overkomen. Dit zijn ook wat palettes uit de oudere collectie. Inmiddels heeft Essence nieuwe producten. En daar zijn de afbeeldingen alweer heel anders van. Toch weer wat meer volwassener vind ik zelf. Maar op zich vind ik het wel leuk. Het is een palette met... Even kijken hoor. 10 kleuren ook. En ze zijn best wel pigmentvol. Ze zijn ook wel poederig. Want bijvoorbeeld bij deze kun je dat heel erg goed zien. Daar heb ik gedipt. Het zijn wel wat gewaagdere kleuren. Het zijn ook blauwtinten. En op zich kan ik het ook wel snappen. Want ja, je zit een beetje met het onderwaterthema. Je hebt goud en je hebt wat roze en een paarse kleur. Wel heel gepigmenteerd. Ik vond het wel moeilijker om hier een... ooglook mee te maken die goed bij elkaar passen. Maar op zich, de blauwtinten kunnen goed bij elkaar. En dit gedeelte kan heel goed bij elkaar. En goud kun je bijvoorbeeld ook heel leuk in de ooghoeken gebruiken. Maar dan kun je ook dit kleurtje weer voor gebruiken. Heel erg leuk paletten die goed gepigmenteerd is.
En het zijn een keer wat andere kleurtjes als wat ik heb. Dus ook een heel erg leuk oogschaduwpaletje vind ik zelf. Dan heb ik van Catrice het Galaxy in a Box Holographic Glow Palette. Dat is dit palette. Heeft de naam 010 Out of Space. Je ziet ook dat hij een beetje holografische kleuren heeft. Op de achterkant staat een kleine tutorial waar je de producten kunt gebruiken, zeg maar. En hier zit een transparante face gloss bij. Nou, ik heb daar zelf niks mee gedaan. Ik vond het niet super, super geweldig, maar heel erg mooi paletten. 4 verschillende kleuren highlighter. Zoals je kan zien, super poederig ook weer. Je kunt weer goed zien waar ik in heb gedipt. Maar wel heel erg pigmentvol. Ik vond niet alle kleuren even geschikt als highlighter. Maar ik heb ze wel gewoon geprobeerd. Maar mijn voorkeur ging het toch wel uit naar de eerste 3 kleuren. Deze vond ik net iets te heftig. Maar ja, het is wel leuk om hier gewoon mee te spelen. Omdat je gewoon eigenlijk verschillende kleuren hebt. En bij sommige ooglooken of gezichtslooken mag best wel een wat opvallendere highlighter. Als je de rest bijvoorbeeld een beetje rustig laat. Bijvoorbeeld een wat rustigere lipkleur. Wat rustigere ooglook. Is het echt een heel erg mooi palette. Ja, die face gloss. Ja, die kun je er dus overheen aanbrengen. Door het nog wat glimmender te laten lijken. Maar het is een, ja, omdat het een product is wat, ja, het is vloeibaar. Dat wil ik niet zeggen. Ja, het is een vochtig product, zeg maar. Dit zijn gewoon poeders. En dat vind ik zelf gewoon fijner. Het is een leuke toevoeging, maar ik heb er zelf niks mee gedaan. Maar de highlighters vind ik echt top in dit palet, hè. Dan heb ik een losse oogschaduw, een loose eyeshadow. En dit is de Precious Pigments van Catrice. Ik ga het potje niet openmaken. Het is dit potje. Als ik hem openmaak, is het overal paarse oogschaduw. Omdat het losse oogschaduw is, gaat het heel gemakkelijk overal heen. Ik heb hem in de kleur 030 Purple Fiction. Nou, dit is echt zo'n geweldige oogschaduw. Er komt zoveel kleur van af. Ik was echt oprecht heel erg verrast. Er zit zoveel pigment in. Mocht je benieuwd zijn hoe de kleuren eruit zien, kan je eventjes op mijn blog kijken, want daar staat de review op. Nogmaals, ik ga het potje dus nu niet openmaken. Maar ik was zo verrast door het pigment hiervan. Ik ben zelf normaal niet heel erg fan van loose eyeshadows, omdat dit is echt losse poeder. En als je bijvoorbeeld dit palet hebt, dit is gewoon vast, zeg maar. En dit is dus losse poeder, wat heel gemakkelijk overal heen gaat. Maar wauw, de pigmentatie is echt geweldig. Gewoon ook heel erg leuk om alleen als solo te gebruiken. Want echt een hele dikke aanrader. Ik vind hem geweldig. Dan heb ik een wenkbrauw paletje. Dit is het George's Eyebrows van Quintissi exclusief. Dit kwam ik een tijdje geleden bij de Action tegen. Het is volgens mij best wel een luxe merk. Althans, de producten zijn super betaalbaar. Maar dit is dus het palette. Mooie gouden tekst. Ik hou ervan. Op de achterkant zie je ook de kleuren. Er zitten 3 kleuren wenkbrauwpoeder in en highlighter. Nou, dat vind ik altijd al helemaal geweldig. In totaal bevat dit paletje gewoon 5 kleuren. Hij gaat open door middel van een soort van magneetje die niet heel stevig is, maar hey. En er zit een spiegeltje in. En je hebt 3 producten. Je hebt hier een dubbelzijdige applicator voor de highlighter, een schuin afgesneden kwastje voor de wenkbrauwpoeder en dan heb je een spoolie, een mini. Ik gebruik deze extraatjes nooit, maar het is, ja, gewoon heel handig. Heel fijn dat er 3 kleuren in zit. Zo zit er eigenlijk voor bijna iedere wenkbrauw wel een kleur in. Die highlighters zijn ook prachtig. Heel poederig ook weer. Dus super pigmentvol. Wel vind ik de pens wat klein van de wenkbrauwpoeder. Kijk, je hebt niet zo heel groot gedeelte. Nou, heb je het op zich niet nodig, maar ik hou ervan om ruim te dippen. Maar wauw, wat een mooi wenkbrauw paletje. Pigmentvol. Je kunt er echt hele mooie wenkbrauwen mee creëren. En het is lekker low budget. Dus echt een heel erg mooi paletje. En dan ben ik alweer toe aan het laatste product. En dat is wederom een oogschaduwpalette. Ik heb heel veel oogschaduwpaletten getest. Ja, zoals ik al zei, er waren meer producten die ik niet fijn vond. En dit is het Born Awesome oogschaduwpaletten van Essence. Dat is dit
oogschaduwpaletten. Het is een oog- en face-paletten. Maar ik heb hem voornamelijk voor de ogen gebruikt. Niet voor het gezicht. Ziet er super kleurrijk uit. Ik denk dat hij echt op gaat vallen in mijn stash door de oranje kleur. Het ziet er wel heel erg leuk uit. Dit heeft een soort 3D-effect. Want dit voel je ook gewoon echt zo zitten. Super leuk. Ik zal hem even openmaken. Er zit nu nog een plasticje in. Die haal ik eruit. Heeft een spiegel, ook een best brede spiegel, wat super handig is. En dan zijn dit de producten. Dit is een product voor het gezicht. En deze ook. Nee, deze. Dit is een, even kijken hoor, dat ik het goed zeg. Voor mij was het een highlighter en een blush. Maar zoals ik al zei, ik heb hem alleen voor de ogen gebruikt. Het zijn gewaagde kleurtjes. Het is, je kunt hier een gewaagde look mee maken. Maar ik vond het wel super tof. Ik heb er wel een hele mooie look mee kunnen creëren. Ik heb vooral deze drie kleuren gebruikt. Die, die en die. En dan highlighter. Volgens mij heb ik deze gebruikt ook nog erbij. Super leuk paletten met... ja, niet heel veel kleurtjes. Het zijn wel gecombineerde kleurtjes. Want je hebt shimmer en matte kleuren. Maar wel een heel erg leuk paletje om mee te spelen. Maar je moet houden van de kleurtjes die in dit palet zitten. Dan waren dit alweer alle favoriete producten van Maart. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb weer aardig wat producten getest die inmiddels, als het goed is, niet meer verkrijgbaar zijn. Ik heb dat in mijn vorige video ook al vermeld. Maar ik ben die doos nog steeds een beetje aan het leegmaken, omdat ik het zonde vind om niks met die producten te doen. Kan je je afvragen, is dat slim als blogger zijnde om dan alsnog die producten te gaan reviewen als mensen ze misschien niet eens meer kunnen kopen? Weet ik niet, maar ik vind het zonde om er niks mee te doen. Ik heb ze dan gewoon iets te lang laten liggen. Dus wat ik altijd doe is als de lijst binnenkomt met de nieuwe producten na een tijdje. Verschijnt er ook op de website een lijst met producten die het assortiment gaan verlaten. En dat gooi ik allemaal in een doos en dat ga ik dan reviewen. En volgens mij zijn alle producten van Essence en Catrice die ik heb laten zien vielen daaronder. Dit is ook schaduwpaletten dus. Deze ook. Deze. Deze. En deze. Pier me er niet op vast, want ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik uiteindelijk alsnog die producten gewoon weer tegenkwam in het assortiment. Of dat je ze misschien nog bevindt in een bak met de afprijzingen, omdat ze er nog niet klaar mee zijn. En dat ze dan met zoveel procent korting zijn. Ik moet wel zeggen, dat viel me vroeger viel me dat meer op, want dan stond er ook echt... bij een product die er dan uitging, dan stond de originele prijs stond doorgestreept. En dan zat er zo'n geel kaartje voor met wat de prijs op dat moment was. Als je het product zou kopen. Maar volgens mij doen ze dat de laatste tijd niet meer. Ik vraag me überhaupt af of die producten nog voor een lagere prijs weggaan. Maar dat durf ik dus niet meer te zeggen. Want het is mij echt al een hele tijd niet echt meer opgevallen. Maar goed, dat wilde ik toch even vermelden. Niet dat je denkt, oh dat lijkt me een fijn product, die wil ik proberen en je misschien niet meer kan kopen. Ik ben nu bijna door die doos heen, dus nu komen er ook gewoon weer producten die gewoon weer verkrijgbaar zullen zijn. Maar zoals ik al zei, ik vind het zonde om er niks meer mee te doen. Ik hoop dat je het toch leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk benieuwd of je zelf misschien een van deze producten in je assortiment hebt zitten. Of in je stash moet ik zeggen. En dat je denkt van nou, die vind ik ook wel heel erg fijn. Of vind ik jou helemaal niet fijn. Misschien ben je wel benieuwd om een van deze producten te proberen. En dat zal dan vooral of dit paletten zijn of het wenkbrauwkitje bijvoorbeeld. Laat het me zeker weten. Voor nu wil ik je weer heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn kanaal en wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's? Kan je natuurlijk gewoon even gratis abonneren. En als je ook even op dat belletje drukt, dan krijg je een mailtje zodra er een nieuwe video online komt. En dan ben je als eerste op de hoogte van mijn nieuwste video's. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en ik hoop je bij de volgende video weer te zien. Doei!